Ja, wacht. En dat moet eerst, gaan ze nu beginnen te verwijderen. Daar staat die container ook voor. De mannen die gaan zich allemaal inpakken. En dan als het asbest is verwijderd, dan gaat alles helemaal plat. Dus dat gaat binnenkort wel gebeuren. Maar dit is dus, laten we zeggen, de start in ieder geval van de stoop. Zoals ik net al zei, dat we zeker weten dat die weggaat. Want we hebben nu 3 jaar moeten wachten tot dit moment. Met als buurtgenoten ook een hoop sores gehad met het uitzicht natuurlijk. Het is niet fraai wat er staat. Het een en ander is al weggehaald. En mijn grootste zorg was altijd toen met name de sportzaal in de brand werd gestoken. Stel je voor dat ze ook dit in de brand gaan steken. Dan zijn we nog niet klaar. Want dan komt er natuurlijk een hoop asbest vrij. Dan heb je rookontwikkeling. Dat gaat naar de spoorlijn. Dat gaat naar MSD, waar ze met hoogwaardige apparatuur werken, wat allemaal schade dat er kan krijgen. Dus die zorg die hebben we altijd gehad. Dus ik heb altijd gezegd van jongens, dat ding moet plat. En dat is natuurlijk één ding. En eindelijk gaat het nu gebeuren. En ik denk dat ook voor de wijkraad nu een vuiltje wordt opgeknapt. Maar dat is natuurlijk niet alleen, want als het weg is, dan hopen we natuurlijk dat er wel iets moois voor gaat terugkomen. Nou, dat is denk ik de uitdaging voor het nieuwe gemeentebestuur. En wat dat wordt, dat zal waarschijnlijk ook wel weer in dezelfde lijn worden als de ontwikkelingen achter, namelijk een onderwijsbestemming, want dit is toch ons onderwijsplein. En als het goed is, krijgen we hier ook weer wat meer uitbreiding van onderwijsvoorzieningen. Dus dan blijft dit natuurlijk wel een heel mooi plek waar in ieder geval levendigheid zal blijven en het er ook allemaal heel mooi uit komt te zien. Dat is de uitdaging nogmaals voor het nieuwe gemeentebestuur. Ik ben blij dat ik nu met een gerust hart kan zeggen, eindelijk gaat die plat. Ik hoef niet meer te zeuren als gewone burger, ambteloze burger van doen jullie dat nog gedaan. Het gaat nu echt plat. Dank daarvoor voor onze adviseurs, sloopadviseurs uit Beugen. De mensen van Laarakkers natuurlijk, die het echte werk gaan doen. Ze staan er echt klaar voor om te starten. Natuurlijk ook de bedrijven die verder meewerken en gewerkt hebben. E-consultancy en ad hoc die hier ook bij betrokken zijn geweest. Hartelijk dank daarvoor. En jullie als buurtgenoten bedankt voor het geduld. Dat het nu eindelijk toch gaat gebeuren. En we zeggen, daar staat de koffie klaar. Geniet ervan. En ben nog even bij ons, want het is toch mooi weer en gelukkig kunnen we lekker onder een zonnetje nog een kopje koffie drinken. Wel. Ja. Dankjewel. Ja, een hele drukte hier en we zien nu Marietje Vervonderen, een van de oudste, ik denk bijna de oudste bewoonster van de
Dr. Pelenstraat. Zij heeft dit gebouw ooit gebouwd zien worden. En ja, nu ziet ze, ze woont hier tegenover, dat het afgebroken gaat worden. En Marietje, die mag als bijzondere gast nu naar boven toe. En ja, dat heb je verdiend als je zo oud bent. Ja, Marietje is 86, 87, dus... Geweldig dat dit nog kan en geweldig dat zij zo in die conditie mee naar boven gaat. En als ze geluk heeft, kan ze ook zien als het nieuwe gebouw wat hier ooit komt ook weer helemaal klaar is. Ja, we zien wel dicht bij de hemel. Dat halen we op. Ik moet even corrigeren, want zelf ben ik ook inwoner van de Dr. Pelenstraat geweest en ik heb gezegd, Marietje Verwonderen. En dat is haar meisjesnaam, want het is echt Marietje Werenpas van Vonderen. Kom eens, kom met de koffie. Ja, ja, ja. Kan ik in je eigen tuin kijken nou? Ja. Ik zei zo mooi, ik moest corrigeren. We zeggen nog altijd dat je verwonderen. Ja, ik heb boek in de straat. Ja, ja. 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 Ja, ja.